Wat een eer om hier te mogen zijn, om jullie allen te mogen verwelkomen. Ik vraag Allah Azza wa Jalla om jullie allen te belonen voor de stappen die jullie hebben gezet om naar de moskee te komen. Allah subhanahu wa ta'ala dat zwaar laat wegen op de weegschaal yawm al-qiyamah. Mag Allah Azza wa Jalla al onze relaties zegenen. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen om het maximale uit deze relaties te halen, zodat we daarmee dichter bij onze schepper, dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala kunnen komen. Jullie zijn natuurlijk bij elkaar gekomen om een belangrijk onderwerp met elkaar te bespreken, namelijk het onderwerp van het huwelijk. En het huwelijk is natuurlijk altijd een interessant onderwerp en in de meeste gevallen krijgen we ook volle zalen wanneer je het over het huwelijk hebt. Maar we moeten ons realiseren, geliefde broeders en zusters, dat het niet alleen maar een theoretische zaak is dat we bij elkaar komen om wat ideeën en wat kennis op te doen omtrent het huwelijk. Maar ik zeg altijd, kennis heeft geen enkele betekenis, nog waarde, op het moment dat deze niet in de praktijk wordt toegepast. Sterker nog, elke stukje informatie die je eigen maakt, of kennis die je opdoet, is eigenlijk een verantwoordelijkheid. Een extra verantwoordelijkheid die je dan meedraagt, omdat je niet meer onwetend bent, maar je weet hoe het moet. En daarom is die verantwoordelijkheid juist belangrijk, om daar bewust van te zijn, zodat je die kennis ook gaat implementeren. Wat hebben we aan een chirurg die thuis zit? Helemaal niks. Wat hebben we aan een piloot die niks met zijn kennis doet? Wat hebben we aan een geleerde, aan een imam die thuis doet en mensen niet onderwijst of niet de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala verkondigt? Dus laten we voordat we gaan beginnen onze intenties verversen en die zuiver houden, dat wij hier zitten niet omdat onze vriend of vriendinnetje heeft uitgenodigd, maar ik zit hier met de intentie om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Dat wij onze kennis verinnerlijken, zodat we die ook daadwerkelijk in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Want intentie is de basis van alles. De profeet alayhi salatu wassalam zegt, innamal a'malu bin niyyat. Elke daad, welke daad dan ook, is onderhevig aan intentie. Je moet daar bepaalde intentie bij hebben. Anders noemen we het in het Arabische abeth. Wat betekent abeth? Betekenisloze handelingen. Zonder intentie is elke daad die je verricht, alles wat je doet, is levensloos. Er zit geen leven in, er zit geen ziel in, omdat het geen betekenis heeft. De intentie geeft jouw daden een betekenis. Waarom doe je het? En hoe belangrijk die zaak is? En wat wil je daarmee bereiken? Dat is wat niyya. En daarom is niyya niet iets wat wij mondeling dienen uitspreken. Het is niet iets wat je zegt, maar het is iets wat je voelt. Het is iets waar je bewust van wordt op het moment dat jij een bepaalde daad wilt verrichten. Of dat nou het gebed is, vasten, zakat, hajj, huwelijk of aanwezig zijn in de moskee. Dat gaat altijd, maar dan ook altijd gepaard met intentie. Dus intentie moet niet zo zijn van ik heb toevallig een flyer voorbij zien komen en daarom vond ik het interessant om daarbij aanwezig te zijn. Nee, jouw intentie moet daadwerkelijk zijn van ik wil vandaag iets leren. Al is het maar een woord, al is het maar een zin, al is het maar een idee die je vandaag meeneemt met de intentie om die vervolgens te implementeren. Want Allah Azza wa Jalla zegt in de Koran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Wanneer jij in een onwetendheid verkeert, is dat hetzelfde als wanneer je kennis bezit? Het is niet hetzelfde. En iemand met kennis, iemand met informatie, is niet hetzelfde als iemand die geen kennis heeft. En daarom gebruiken we in het Arabisch het woord al-ilm. Al-ilm of ma'rifa. Al-ilm is iets wat een betekenis heeft en gepaard gaat met amal. Met daden. En vandaar dat je ziet dat die woorden bijna op elkaar lijken. Bevatten in ieder geval dezelfde letters. Ayn, mim, lam. Alleen omgekeerd. Om aan te geven dat kennis gepaard gaat met handelingen. Sterker nog, Allah subhanahu wa ta'ala wordt aanbeden middels kennis. En niet middels handelingen. Handelingen zijn uitingen van kennis. Maar die kennis is de basis. Die jij nodig hebt om die specifieke handelingen te verrichten. We zijn natuurlijk bij elkaar gekomen om een belangrijk onderwerp te bespreken, namelijk het onderwerp van het huwelijk. Nu is de vraag, wat is het huwelijk? Wat is het huwelijk? Een simpele vraag. De broeder zegt, het is een huwelijk
is gelijk aan het stichten van een gezin. Andere broeder? De helft van je dien of je dien compleet maken. Dus. Omdat je daarmee jezelf weghoudt van specifieke zondes die naar overspel zouden kunnen leiden. Onder andere, absoluut. Iemand anders? Het volgen van de profeet, alayhissalatu wassalam, dat huwelijk dus daarmee een sunna is die wij dienen te imiteren. Andere mensen? Het is toegestaan voor de zusters mee te doen, voor alle duidelijkheid. En khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha geeft een mooi antwoord op basis van een Koranische vers waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat hij het huwelijk voor ons heeft gecreëerd. Ik denk dat het voor nu even voldoende is. Inderdaad, het is wat er in dat vers staat. Het is iets wat door Allah azza wa jalla gecreëerd is om rust bij elkaar te vinden. Het is liefde, het is genade, het is barmhartigheid, het is stichten van het gezin. Het is een sunnah van de profeet alayhi salatu wassalam. Maar voordat wij dit soort mooie uitingen, voordat we dit soort mooie zaken gaan uiten, is het belangrijk om naar de basis te gaan. Wat is een huwelijk? Een huwelijk is niks anders dan een relatie. Dat is belangrijk. Een relatie tussen twee individuen, twee personen. En vanuit islamitisch perspectief vanzelfsprekend een relatie tussen man en vrouw. Dat is de basis van een huwelijk. Een huwelijk is een relatie. En wanneer wij over relaties in het algemeen gaan nadenken, dan kunnen we maar één conclusie trekken. Namelijk dat alle relaties onderhevig zijn aan belangen. Voordat wij mooie dingen over het huwelijk gaan vertellen, is dit de basis. Daarop dien je alles te bouwen. Een huwelijk is een relatie. Alaqa. Dat is één. En ten tweede, elke relatie die een mens aangaat, is onderhevig aan belangen. Er is een bepaalde belang bij die relatie en daarom ga je die relatie aan. Al die mooie ideeën, die romantische voorbeelden en verhalen die we hier en daar horen, die wij van Turkse series hebben of Netflix, even dat aan de kant zetten, vergeet dat even. Maar laten we even teruggaan naar de basis. Zijn er Turkse broeders en zusters hier? Het is niet... Het is niet, zeg maar, persoonlijk bedoeld, maar het staat erom bekend dat dit soort series heel dramatisch zijn. Zeker als het gaat over relaties. Dus een huwelijk is een relatie. Dat is het eerste wat we moeten onthouden. Een relatie, welke relatie dan ook, is onderhevig aan belangen. Zelfs andere soorten relaties. De relatie die je hebt met je vader, de relatie die je hebt met je moeder, de relatie die je hebt met je broers en zussen, is menselijk en het is heel mooi, maar het is in basis niks anders dan een relatie, omdat je daar bepaalde belangen bij hebt. Een moeder heeft belangen bij haar kind, een kind heeft belangen bij zijn moeder. Van zorg tot groot brengen. En de moeders liefde die ervaren wordt, et cetera. Dus in elke menselijke relatie is belangen of zijn belangen een vertrekpunt, een basis die mensen verbindt. Die belangen kunnen lichamelijk zijn, kunnen spiritueel zijn, kunnen mentaal zijn, kunnen van alles en nog wat zijn, maar het blijven nog steeds belangen. Duidelijk, sterker nog, zelfs jouw band met Allah subhanahu wa ta'ala is ook op belangen gebaseerd. Laten we eerlijk zijn. Je wilt iets met die relatie. Je wilt de tevredenheid van Allah. Je wilt het paradijs betreden. Dat is ook een belang. Een belang is niet altijd iets negatiefs, by the way. Het is niet altijd iets slechts of iets verkeerds. Je hebt daar bepaalde belangen bij en daarom, ja, ik heb daar belang bij. Soms word ik gebeld van mensen die ik 3 jaar niet heb gesproken. Ze zeggen, ja, ik moest toevallig aan jou denken. Hoe gaat het met je? En dan 10 seconden later komt, ja, zou je dit en dit van mij kunnen doen? Hoeft niet, die inleiding hoeft niet. Zeg, ik heb bepaalde belang, ik wil iets. Zou je dat voor mij kunnen doen? Geen probleem. Want wij als mensen hebben elkaar nodig. Wij als mensen hebben bepaalde belangen bij relaties. Dat is iets wat een basis vormt. Zoals ik zei, zelfs jouw band met Allah azza wa jalla is een relatie die gebaseerd is op belangen, omdat je daar bepaalde belangen bij hebt. Zo simpel is het. De enige die geen belang heeft bij welke relatie dan ook, is Allah subhanahu wa ta'ala. Dus trap er niet in als je zegt, als iemand tegen jou zegt, ik hou van je, daarom trouw ik met jou. Je houdt niet van mij, je houdt in de eerste instantie van jezelf en daarom trouw je met iemand. Het is hetzelfde alsof je zegt, ik hou van vis, maar je eet het op.
Je houdt van jezelf, daarom eet je vis op. Je houdt van vlees en daarom eet je schapen op. Dat is een feit, een werkelijkheid. Dus je hebt bepaalde belangen bij en dat is heel normaal. Het is heel menselijk. Sterker nog, het behoort tot de fitra van de mens. Op het moment dat je geen neiging hebt tot de ander, dan klopt er iets niet in jouw fitra. En daarom zijn de ideeën die vandaag de dag verspreid worden, ideeën die tegen de fitra ingaan. Niet tegen religie of geloof, maar tegen de fitra ingaan. Want Allah azawajal heeft ons zodanig gecreëerd dat mannen onderling andere soorten belangen bij elkaar hebben. Man en vrouw hebben hele andere belangen dan mannen. Dat is hoe Allah azawajal ons heeft gecreëerd. Een man heeft hele andere belangen bij de vrouw. Een vrouw heeft hele andere belangen bij de man. Namelijk, je hebt andere belangen bij je moeder dan bij jouw vader. Je hebt andere belangen bij je vrienden dan bij je broers en zussen. Dus die belangen spelen een centrale rol in elk huwelijk. En dat is belangrijk om te realiseren, zeker in context van huwelijken, om verwachtingen te managen. Want heel vaak in een toestand van, ik wil het geen liefde noemen, ga ik zo even uitleggen waarom, in een toestand van verliefd zijn, in een toestand van aantrekkingskracht, in een toestand van vlinders in de buik, zoals heel vaak wordt gezegd. Ik zeg altijd, al zou een hele dierentuin in jouw buik zijn, dat zegt nog steeds niks over de liefde die jij voor de ander voelt. Het kan niks anders dan een bepaalde gevoel wat jij op dat moment voelt. Het zegt niks over hoe jij de ander in jouw leven ervaart. Duidelijk? Ook dat idee van liefde op het eerste gezicht is het meest onzinnige wat ik ooit heb gehoord. Want hoe kan je liefde creëren wat een proces is, wat diep gaat tot het allerdiepste in jouw mens zijn, namelijk het hart. Hoe kan je dat ontwikkelen door enkel en alleen iemand aan te schouwen? Dat kan niet. Liefde is een proces, iets wat je bereikt en niet iets wat je voelt op het moment dat je een ander ziet. Duidelijk? Maar daar zit een andere dimensie aan gekoppeld die ik straks uitgebreider wil uitleggen. Dus, als we iets vandaag moeten leren, dan is dit het. Het is een relatie. Sterker nog, in de sharia wordt het primair gezien in de fiqh als een zakelijke relatie. Als een zakelijke relatie. Een contract die je ondertekent. Ooit zei iemand, hij zei een huwelijk alsof je een contract aangaat van 60 pagina's die je niet hebt gelezen. Ik zeg, ja, we kunnen van mening verschillen over deze uitspraak, maar ik snap wel waar dit vandaan komt. Want technisch gezien, fiqh technisch, is dat ook een zakelijk contract die je aangaat. Weliswaar niet een contract die je in die tijd van de profeet moest ondertekenen, maar het is wel een commitment wat je aangaat. Het is een afspraak. Wat betekent dat? Het is bindend. Wat betekent dat het bindend is? Je lost dat niet op bij de imam of bij een gewone alim. Op het moment dat er sprake is van onrecht of misverstanden of misstanden, dan gaat de rechter jou daarop aanspreken. Dan gaat de rechter uitspraken doen die bindend zijn. Met andere woorden, op het moment dat jij niet de juiste verantwoordelijkheden neemt, door wie word je berecht? Niet door een imam die jou adviezen gaat geven, maar door een rechter. Met andere woorden, strafrecht komt van pas. Duidelijk? Daarom is het een zakelijk contract. Voordat we het gaan aankleden straks met allerlei ideeën en concepten die essentieel zijn om een gezond en een harmonieus huwelijk aan te gaan. Duidelijk? Maar primair is het een relatie. Nog specifieker, een zakelijke relatie waarbij bepaalde belangen centraal staan. Die belangen kunnen verschillend zijn. Kunnen verschillend zijn van lichamelijk tot spiritueel, zoals de broeder net heeft gezegd. Dat het ook een middel is om jouw dien compleet te maken. Maar ik vind dit soort uitspraken niet zozeer gevaarlijk, maar meer dat we dat voorzichtig, met enige voorzichtigheid moeten zeggen of moeten uitspreken, omdat je daarmee bepaalde verwachtingen creëert. Je denkt, door het huwelijk ga je je dien compleet maken. Op het moment dat je jezelf niet hebt opgevoed, op het moment dat je je nefs niet hebt getemd, op het moment dat jij niet sterk genoeg in je schoenen staat om nee tegen je nefs te zeggen, dan kan geen enkele huwelijk jou belemmeren om niet in zonde te vervallen. Anders zouden we vreemd gaan niet hebben meegemaakt of niet kennen. Dus het is geen garantie. Maar het is
belangrijk om te realiseren dat een huwelijk volgens de richtlijnen van de sharia, zowel de fiqh-technische als de ethiek van de sharia, wanneer ze allebei aanwezig zijn, dan is dat inderdaad een belangrijke beschermingsmiddel. Dus een huwelijk is een relatie gebaseerd op belangen. En dat zien we ook in de overlevering van de profeet, alayhi salatu wassalam, waarin hij zegt, tunkahul mar'atu li arba. Oftewel, een reden om een relatie met de ander aan te gaan, in dit geval een vrouw, kan om verschillende redenen. Je kunt daar bepaalde belangen bij hebben. Het kan gaan om haar uiterlijk. Het kan gaan om haar sociale status. Dat ze uit een bekende familie komt. Het kan gaan over haar uiterlijk, hebben we gezegd. Over haar familie, dus waar ze vandaan komt. Over haar bezittingen, dat ze economische status heeft. Dat ze een zakenvrouw is. Dus er zijn verschillende redenen waarom je een relatie met een vrouw aangaat. En hetzelfde geldt voor de man. En de vrouw kan ook een relatie aangaan met een man om verschillende redenen. En de profeet zegt vervolgens, alayhi salatu wassalam, fadfar bi dhati din. Ik vind dat een hele mooie uitspraak. Fadfar bi dhati din, taribat yatak. Oftewel, adhafan in het Arabisch, wanneer de profeet zegt, fadfar bi dhati din, hij zegt, mis die kans niet. Laat die kans niet aan je voorbij gaan. Op het moment dat je zo iemand vindt, die aan jouw wensen voldoet, en in het bijzonder godsdienstig is, het dien, fadfar bi dhati dini taribat yatak. Op het moment dat je dat doet, dan heb je de juiste keuze gemaakt. Op het moment dat je dat doet, dan heb je de eerste stap, geen garantie, de eerste stap gezet naar een succesvolle leven. En een gunst die je krijgt, krijgt haar waarde op het moment dat je daar op de juiste manier mee omgaat. Dus op het moment dat de profeet alayhi salatu wassalam zegt, tunkahul mar'atu li arba' li nasabiha wa li hasabiha wa li maliha, fadfar bi dhati wa li jamaliha, fadfar bi dhati dini taribat yadak, moeten we dat ook in context plaatsen. Met andere woorden, de profeet alayhi salatu wassalam zegt, wees ervan bewust dat deze relatie niet een gewone relatie is. Want een relatie met jouw vriend kan altijd eindigen. Een relatie met de buren kan ook veranderen en eindigen op het moment dat jij geen buren meer bent. Maar een huwelijk is een duurzame relatie. Een relatie die je meeneemt tot de dag des oordeels. En daarom wordt er in de Koran gesproken in termen van wasahibatihi wa banih li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnih. Oftewel zijn sahiba. Sahiba in Darija in Marokkaans wordt vooral gebruikt voor een vriendin. Maar dat is niet wat de Koran natuurlijk mee bedoelt. Wasahibatihi betekent zij die gezelschap heeft gehouden. Zij die een lange tijd met haar man heeft doorgebracht. Allati sahabatka fi dunya. Die zul je op de dag des oordeels ontmoeten. En laten we niet net als diegene zijn die best wel wat moeilijkheden met zijn vrouw had. En hij wilde niet van haar scheiden. Maar op het moment, ze kwam voor hem te overlijden. En tijdens salat janaza zei hij tegen de mensen, jullie zijn getuigen, ik ben van haar gescheiden. Toen zei ze tegen hem, hoe kan dat? Je hebt jaren met haar doorgebracht, maar pas op het moment dat ze komt te overlijden, spreek je de scheiding uit. Hij zegt, 1, toen ze nog leefde, wilde ik andere broeders daarmee niet beproeven. En hij zegt, en omdat ik weet dat huwelijk een duurzame relatie is, wil ik haar niet in Jannah ontmoeten. Dus laten we niet op deze man, op deze beste man lijken, maar ervan uitgaan dat een huwelijk een relatie is waar je zelf voordelen uithaalt, zowel in deze dunya als in al-akhira. Dat is de basis. En de profeet legt dus nogmaals de nadruk op het feit dat wanneer je iemand treft met het dien, dan moet je die kans grijpen. Niet te veel eisen stellen, niet te veel voorwaarden opstellen. Niet een hele waslijst aan ideeën en idealen die je graag in je partner ziet. Ik zeg altijd, hoe langer je ermee wacht, hoe korter dat lijstje wordt. Dus begin er gelijk mee en zorg ervoor dat je realistisch bent. Op het moment dat
een broeder naar mij komt en hij zegt, ik wil heel graag trouwen, maar mijn toekomstige moet aan dit, aan dit, aan dit, aan dit voldoen. Dan zeg ik altijd, prima dat je dat wil doen, maar wat belangrijk daarbij is, ook prima dat je dit belangrijk vindt, mag. Maar wat belangrijk daarbij is, is jouw eigen positie. Want de profeet zegt in een andere overlevering, إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُهُ. Als een man naar jullie komt met dien en geluk, huw hem dan jullie dochter of de vrouw. Want deze mensen zijn uniek. En op het moment dat je een waslijst aan voorwaarden of aan eisen opstelt, dan is het heel belangrijk om de rollen om te keren. En ik zeg altijd, op het moment dat die beste zuster jouw eigen dochter zou zijn, zou je haar ook huwen en iemand die exact op jou lijkt? Dat is de vraag. Exact op jou lijkt, niet op wie je graag wilt zijn of op wie je graag wilt lijken. Want heel vaak, en dat is een heel belangrijk punt, ook zeker in jouw weg naar het huwelijk of tijdens het huwelijk, dat we heel vaak elkaar behandelen op basis van wie wij willen zijn. Niet op basis van wie we echt zijn. In onze hoofd hebben we altijd twee beelden. We hebben een beeld van wie we graag willen zijn. En we hebben een beeld van wie wij echt zijn. En soms verwarren we die twee beelden met elkaar. Soms behandelen we de ander niet op basis van wie we echt zijn, maar op basis van wie we echt willen zijn. En dat kan oprecht zijn, maar je bent daar nog niet. Dus op het moment dat jij de ander vraagt om om haar leven en jou toe te vertrouwen of andersom, dan is het heel belangrijk om jezelf eerst die vraag te stellen. In hoeverre ben ik geschikt voor die persoon? En ik hier in Nederland, niet lang geleden, vond ik het zo mooi dat een moeder werd gebeld door een toekomstige van haar eigen zoon. Met wie ze geen problemen had. Het is niet zo dat hij aqlil walideen was, of dat hij slecht was voor zijn ouders, of wat dan ook. Nee, hij was gewoon een redelijk persoon, maar hij had bepaalde eigenschappen die niet tolereerbaar zijn in een huwelijk. Die zuster belde zijn moeder en ze zegt van, jouw zoon heeft mij gevraagd om een huwelijk aan te gaan, maar ik wil je oprecht, want dat is een emana. Ik wil je oprecht vragen of hij geschikt is voor mij. Of hij een goede man voor mij kan zijn. Toen zei ze tegen haar beste dochter, je kunt beter een andere afslag nemen. Je kunt beter een andere afslag nemen, want dat gaat niks worden. Ik ken mijn zoon en mijn zoon is nog niet zo ver, nog niet ontwikkeld genoeg om een gezin te starten en om verantwoordelijkheid te dragen voor zijn gezin, voor zijn vrouw en zeker niet voor zijn gezin te zorgen. Waarom? Ik waardeer dit. Los van ideeën of het wel of niet klopt, of misschien overdrijfde of niet. Maar het gaat erom dat je dit op een hele intense manier, maar ook dat je daar bepaalde waarden aan gaat hechten. Want het is iets wat aan jou wordt toevertrouwd. Iemand neemt jou in vertrouwen om vervolgens iets te ondernemen wat consequenties kan hebben. En daarin moet je eerlijk zijn. De allerhoogste vorm is dat je eerlijk bent naar jezelf. Naar jezelf toe. Allah zegt in de Koran, al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lil-tayyibina, wat-tayyibuna lil-tayyibat. Tayyibat zijn wel edele mensen, welwillende mensen, de goede mensen zijn voor de goede mensen. Met andere woorden, je moet een context voor jezelf creëren om de juiste mensen om jou heen te ontmoeten. Want dat is uiteindelijk een belangrijke stap naar het ontmoeten van de juiste persoon die het leven met jou zou kunnen delen. Dus dat idee van eerst op jezelf reflecteren is een hele belangrijke. Ook wanneer je al getrouwd bent en het huwelijk wilt verbeteren, dan kan de verandering enkel alleen gerealiseerd worden op het moment dat jij eerst bij jezelf begint. Allah zegt het duidelijk in de Koran, Allah verandert een toestand van een volk niet. In Allah la yughayyiru ma biqawmin. Tot wanneer? Totdat zij zichzelf van binnenuit veranderen. En daarom is het belangrijk voor degenen die nog niet getrouwd zijn en de mensen die erin hebben getrapt. Wees geduldig en probeer iets van je huwelijk te maken. Als iemand jou belooft voor het huwelijk
om tijdens het huwelijk te veranderen, die persoon moet je niet serieus nemen. Die persoon moet je niet serieus nemen. Want als een persoon, neem dit als een regel, als een persoon niet in staat is om voor zichzelf te veranderen, zal nooit voor de ander veranderen. Dat is een regel. Sterker nog, als iemand niet in staat is om willen van Allah te veranderen, zal hij never nooit voor een persoon veranderen. En als diegene verandert, dan is dat geen duurzame verandering. Is een tijdelijke verandering. Zowel in opvoeding als in relaties. Op het moment dat iemand iets voor jou doet, dan doet diegene het voor jou. Niet voor Allah en zeker niet voor zichzelf, omdat dat niet van binnenuit komt. Het is niet vanuit een intrinsieke motivatie. En daarom moet diegene voor zichzelf veranderen. En vanuit zichzelf, omwille van Allah. En dan zou dat een reden kunnen zijn om te zeggen, alles wat daarvoor heeft plaatsgevonden, is vergeven. Want het tawbatu temhi ma salaf. Het tawba wist alles wat daarvoor staat. Maar tawba is niet alleen maar een uiting. Het tawbah is niet een plan die je uittrekt en zegt, als ik getrouwd ben, dan ga ik veranderen. Want de mensen die dat zeggen, zijn ooit begonnen te veranderen met, misschien zelfs op de basisschool. Als ik naar de middelbare school ga, dan ben ik wat volwassener, inshallah, dan ga ik veranderen. Dan ga ik wel beginnen met bidden. Als diegene op de middelbare school is, als ik naar de hogeschool ga of naar de universiteit, of als ik naar een mbo school ga of ga werken, of wat dan ook, dan ga ik veranderen. Als ik mijn diploma heb. Als die zijn diploma heeft, wanneer ik inshallah ga trouwen. Want trouw is een halte. Als ik getrouwd ben, ga ik veranderen inshallah ta'ala. Dan word ik serieuzer, et cetera. Maar als diegene getrouwd is, wat gaat diegene zeggen? Als ik kinderen krijg inshallah. Als diegene kinderen krijgt, als ik op hajj ga, dan ga ik inshallah ta'ala. Wanneer gaat diegene veranderen? Wanneer de dood komt. En dan is het te laat. Dan kan je niet meer veranderen. Dus dat idee van nog veranderen omwille van de ander is iets waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Tenzij de persoon oprecht van binnenuit is. Van binnenuit een proces op gang heeft gezet om zichzelf te ontwikkelen. En dat een overtuiging is wat van binnenuit is gekomen. En niet alleen maar voor de ander wordt ondernomen. Dus de profeet alayhi salatu wassalam legt hier de nadruk op godsdienst, op het dien. Als we daarop gaan reflecteren, dan kunnen we niks anders dan de conclusie trekken dat de profeet alayhi salatu wassalam ons eigenlijk vertelt dat we vooral het huwelijk moeten aangaan met iemand die bewust is. Heel vaak zeggen we iemand met dien, iemand die bepaalde uiterlijke kenmerken van praktiseren heeft. En dat kan een hele belangrijke maatstaf zijn. Maar dat is niet het enige waarop gelet dient te worden. De profeet zegt niet degene die zijn gebeden onderhoudt. De profeet zegt ook niet degene die vast. Want dat zijn arkanul islam. Als je dat ontkent, dan ben je per definitie geen moslim. En als je het niet doet, ben je een zonda, ben je een fasiq. Zoals je getuigenis wordt niet meegeteld. We hebben het hier over praktiserende mensen. Maar de profeet zegt, onder die praktiserende mensen heb je mensen met dien. Van wie weet die dien. En het dien is jouw levensvisie. Het dien is jouw levensfilosofie. Het dien is de manier waarop je door het leven gaat. Het dien, geliefde broeders en zusters, is dat jij een actieve lid bent van de gemeenschap. Wat heb ik aan iemand die bepaalde uiterlijke kenmerken heeft, dag en nacht in de moskee te vinden is, maar niet werkt, niet studeert en niks van zijn leven maakt? Wat heb je aan een persoon die bepaalde uiterlijke kenmerken heeft, maar van binnenuit gevuld is met wrok, met haat, met jaloezie, met afgunst, met zelfliefde en ria en vele andere hartziektes? De profeet zegt, kies bewust voor iemand met de dien. Niet iemand die rituelen verricht. Niet iemand die de hajj heeft verricht. Niet iemand die een bepaalde uiterlijke kenmerken heeft. Nee, iemand met dien is iemand die het gelooft, die het geloof heeft verinnerlijkt. Dat het geloof een onderdeel is geworden van zijn persoonlijkheid. En daarmee bedoel ik niet dat je een perfecte persoon moet huwen. Want dat bestaat niet. Iemand met dien is per definitie iemand die fouten maakt. Iemand met dien is per definitie iemand die zondigt. Maar er wordt onderscheid gemaakt tussen iemand die dat als een houding aanneemt of als een misstap, een fout, een zonde. We hebben het dan niet over persoonlijkheden. En daarom ook in mijn gesprekken
Zeg ik, ik heb fouten gemaakt. Ik heb zondes begaan. Iedere persoon moet dat doen, want dat is iets wat ons als mensen kenmerkt. Maar je moet onderscheid kunnen maken, zeker in huwelijk, tussen zondes en persoonlijkheden. Fouten die begaan worden en een houding die iemand aanneemt. Iemand die geen respect heeft, is niet alleen maar iemand die een zonde begaat, maar iemand die een belangrijke principe in zijn of haar leven mist. Een fundament, niet alleen maar van een goed huwelijk, maar van een gezond leven. Iemand die geen respect heeft als principe, met andere woorden, iemand die niet respectvol is naar ouderen. Ongeacht wie ze zijn, wat ze ook doen, of er een relatie is tussen die twee of niet. Iemand die geen respect toont naar anderen, is per definitie iemand die ik mijn dochter niet zal toevertrouwen. Iemand die niet goed omgaat met zijn ouders, kan never nooit een goede partner zijn. Iemand die jou misleidt om in zonde te vervallen, kan nooit een goede partner voor jou zijn. Iemand die niet met zuivere intenties dit huwelijk ingaat, is per definitie iemand die niet geschikt is. En daarom zegt de profeet alayhi salatu wassalam, neem iemand met het dien. Daarmee zegt hij niet dat je een perfecte persoon moet nastreven, maar dat je iemand in jouw leven accepteert die een mens is, die fouten maakt, die zondes begaat, maar van die fouten en zondes gebruik maakt om zichzelf verder te ontwikkelen. En daarom zegt de profeet alayhi salatu wassalam, deze hadith wordt heel vaak uit zijn context gehaald. Heel veel mensen zeggen, ja, de profeet heeft gezegd, iedere kind van Adam is gata. Meervoud, het is iets wat vaak voorkomt. Gata, sigatu mubalaga, dus iemand die heel veel fouten maakt. Dan zeg ik, klopt, maar wat heeft de profeet daarna gezegd? Wa khayrul ghatta'ina at-tawwabun. Dat is een belangrijke eigenschap. Het is niet voldoende om te zeggen, ik maak fouten, ik ben mens. De profeet heeft gezegd, iedere mens maakt fouten. Maar de profeet spreekt hier over een specifiek soort mensen. Niet alleen met mensen die fouten maken, maar ook mensen die van hun fouten gebruik maken om zichzelf verder te ontwikkelen. Om tauba te verrichten. Om van die fouten gebruik te maken dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. En daarom zeg ik zelfs in de voorbereiding naar het huwelijk, of tijdens, op het moment dat jouw partner zondes begaat, dan is het niet altijd verstandig om te zeggen, we eindigen of beëindigen nu het huwelijk. Maar kijk eerst naar hoe diegene met die zondes omgaat. Op het moment dat iemand bewust is van zijn eigen fouten, dat is stap nummer 1. De stap nu zet, niet morgen, niet wanneer jullie getrouwd zijn, niet wanneer jullie op hajj zijn gegaan, nee, nu. Afstand neemt van die zonde en uiterst zijn of haar best doet om niet meer in de zonde te vervallen. 3 dimensies. Het verleden, het heden en de toekomst. Je bent bewust van je fouten in het verleden. Je zet nu alles op alles in om nu die zonde te verlaten. En naar de toekomst toe doe je er alles aan om wat? Om het niet meer te herhalen. Om niet meer in de zonde te vervallen. Gaat jouw partner naar een plek waar haram wordt gepraktiseerd, diegene kan zeggen, sorry, het is een fout, ik zal dat niet meer doen. Maar diegene als nog steeds blijft gaan naar een shisha lounge of naar een coffeeshop of allerlei zaken opzoekt die ervoor zorgen dat diegene een zonde begaat, dan kunnen we niet stellen dat die persoon berouw heeft getoond. Dat is niet een werkelijkheid. Wanneer heb je berouw getoond? Je kunt elke nacht gaan huilen. Je kunt elke nacht spijt betuigen. Maar op het moment dat je dezelfde fouten keer op keer herhaalt, dan is dat geen toba. Toba heeft betrekking op het verleden, op het heden en naar de toekomst toe. Dus de illusie die sommigen voor elkaar creëren, van als we getrouwd zijn, gaan we ons best doen, gaan we dit veranderen, gaan we dat veranderen. Waar wacht je op? Waarom per se na het huwelijk of tijdens het huwelijk? Waarom ga je niet nu veranderen? Wie heeft jou morgen beloofd? Wie heeft jou nog garantie gegeven dat je een paar uur nog gaat leven, een paar minuten, een paar seconden nog gaat leven. Die garantie heb je niet. Waarom stel je uit totdat je een bepaalde stap hebt gezet om vervolgens te gaan veranderen? Dus even terug te gaan naar die hadith van de profeet alayhi salatu wassalam, die ons ervan leert, die ons leert, geliefde broeders en zusters, om het huwelijk aan te gaan met iemand die bewust is. Ik heb liever iemand die misschien een verleden heeft, maar nu
bewust is van zijn verleden, ervan heeft geleerd, nu de stap heeft gezet om dichter bij Allah Azza wa Jalla te komen uit zichzelf, niet voor de ander. De ander kan enkel en alleen een stimulans zijn. En daarom zegt de profeet in de hadith, de helft van je dien, maar je moet eerst een basis hebben. Je moet eerst een eigen helft hebben, voordat je daarop verder kunt bouwen. Op het moment dat die helft er niet is, al zou je alle sahabas bij elkaar brengen, die zullen geen effect op jou hebben. Want die basis is er niet. Het moet eerst, je moet gereed zijn om die boodschap aan te nemen en om die gezelschap aan te gaan om een betere versie van jezelf te maken. En daarom zien we dat al-Hasan al-Basri radiyallahu anh, een van de vrome voorgangers, toen hij werd gevraagd door een man, hij zei tegen hem, ja imam, twee mensen hebben mijn dochter gevraagd voor het huwelijk, ten huwelijk gevraagd. En wie moet ik haar huwen? Hassan al-Basri radiyallahu anh gaat niet over andere mensen oordelen. Hij kent ze misschien persoonlijk ook niet. Hij zei, maar hij gaf hem wel een gouden advies. Hij zei tegen hem, zawwijha li taqi. Huw haar aan een muttaqi, aan iemand met taqwa. Hij zei tegen hem, in ahabbaha akramaha. Als hij van haar gaat houden, dan zal hij haar eren. Maar als hij niet van haar gaat houden, dan zal hij op zijn minst haar geen onrecht aandoen. Duidelijk? Dus taqwa is niks anders dan bewustzijn. Met andere woorden, je bent bewust van jouw rol als man. De vrouw is bewust van haar rol als vrouw. En bewust van de relatie die jullie met elkaar aangaan. Nadat we de zakelijke kant van het huwelijk hebben besproken, is het nu belangrijk om iets verder te gaan duiken. Om de diepte in te gaan. Een huwelijk is inderdaad een relatie. Een huwelijk is inderdaad een zakelijke relatie. Die je vooral aangaat in een rechtbank. Bij een qadi. En daarom zijn er getuigen aanwezig. En daarom is er sprake van een zware verbintenis die je aangaat. Het is niet iets kleins. Allah Azza wa Jalla spreekt over twee soorten relaties in termen van mithaqan ghalidha. Man-vrouw relatie. Mithaqan ghalidha. En relatie tussen schepping en zijn schepper. Allah subhanahu wa ta'ala laat hiermee zien dat huwelijk een hele belangrijke zaak is die we niet moeten beschouwen als een sociale constructie. Wat we heel vaak doen. Het is gebruikelijk in mijn cultuur, in mijn traditie, dat je op je 20ste, op je 25ste, op je 30ste moet trouwen. Sociale druk wordt steeds meer en meer. Op een gegeven moment moet je wel snel snel mogelijk gaan trouwen, anders gaan roddels over jou beginnen. De islam zegt, dat is niet een huwelijk. Een huwelijk, daar moet je bewust van zijn dat het een hele belangrijke relatie is die je aangaat. En daarom zien we dat Allah Azza wa Jalla in Surat al-Rum over het huwelijk spreekt in context van goddelijke tekenen. Allah Azza wa Jalla zegt, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ آيَاتِهِ dus de maan, de zon, de dag en de nacht. De verschillen die wij als mensen hebben onderling, dat zijn allemaal goddelijke tekenen. Met andere woorden, het zijn tekenen. Het zijn aanwijzingen die we van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gekregen, die ons herinneren aan de goddelijke eenheid. Wees ervan bewust. Dat zijn grote tekenen. Als je naar de maan, naar het universum, naar het heelal kijkt, naar de schepping, naar de bergen, naar de maan, naar de dag en de nacht, dan kun je misschien jarenlang op reflecteren. Vanwege de complexiteit ervan. In deze context, of in deze reeks tekenen, spreekt Allah subhanahu wa ta'ala over het huwelijk. En zegt, wa min ayatihi. En tot zijn tekenen behoort het huwelijk. Subhanallah. Als de enige relatie die in deze reeks tekenen wordt genoemd. Wa min ayatihi an khalaqa. Wie heeft het huwelijk gewild? Wie heeft het huwelijk gecreëerd voor ons? Wie? Allah subhanahu wa ta'ala. An khalaqa huwa. Allah. Heeft het voor jullie gecreëerd. Met andere woorden, iedereen die daarvan afwijkt, wijkt af van de fitra van de mens. En trap er ook niet in, zeg ik even tussendoor, is een bijzaak. Even snel op de vluchtstrook. Trap er niet in als een, met name zusters, als een broeder zegt, ik heb geen bedoelingen. Hoor ik heel vaak. Mijn intentie is zuiver. In de sharia hebben we niet goede of slechte bedoelingen. We hebben een relatie die beschermd dient te worden.
En er zijn richtlijnen en grenzen die door sharia zijn bepaald. Heb je wel of geen bedoelingen? Dat interesseert mij niet. Ik ga mij ten alle tijden houden aan de grenzen die Allah azawajal heeft opgesteld. Want degene die zegt, ik heb geen bedoelingen, we zijn alleen maar vrienden, is één van de twee. Of diegene is apart, geparkeerd, of diegene liegt. Eén van de twee. Meer opties heb je niet. Duidelijk? Dus het is heel belangrijk om daar bewust van te zijn dat we ten alle tijden de grenzen van Allah subhanahu wa ta'ala respecteren en daarover overwaken. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Ik weet dat er in bepaalde culturen een verschil is tussen man en vrouw. En dat is ook de norm. Ik ben niet achterlijk of traditioneel dat ik dit zeg, maar dat is wat de Koran zegt. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Het mannelijke is niet hetzelfde als het vrouwelijke. Het mannelijke is niet hetzelfde als vrouwelijke. Concreter, compacter, duidelijker dan dit kun je niet krijgen. Dat is een hele duidelijke, heldere boodschap vanuit de Koran. Maar wat Allah vervolgens wel zegt in dit vers, خَلَقَ لَكُمْ, voor jullie, uit jullie. Ja, man en vrouw zijn verschillend. Maar in essentie zijn ze hetzelfde. In essentie. Wat betekent dat? In jouw menswaardigheid. Want wanneer we het hebben over de mens. De mens. Niet Mohammed of Jan of Piet of... Nee. De mens. Wie komt in jou op? Jouw opa, jouw oma, jouw tante, jouw nicht? Nee. Er komt niemand in jou op. Waarom? Omdat mens zijn een concept is die voor zowel de man als de vrouw past. Sterker nog, alle individuen, alle mensen die ooit hebben geleefd, nu leven of nog zullen komen, vallen allemaal onder de mens. Je kunt niemand uitsluiten, hoe slecht die persoon ook is, of hoe goed die persoon dan ook is. Iedereen, dat woord verbindt ons allemaal. Dus Allah azawajal zegt, wees ervan bewust dat degene met wie je een huwelijk aangaat, een mens is zoals jij dat ook bent. Denk je aan jouw belangen, denk ook aan haar belangen. Denkt zij aan haar belangen, moet ze ook denken aan zijn belangen. Duidelijk? Heeft ze bepaalde behoeftes, dan heeft hij ook bepaalde behoeftes. Met andere woorden, vul elkaar daarin aan. En beschouw elkaar niet als tegenpolen of als vijanden van elkaar, zoals sommige feministen ons willen leren. Zijn er feministen in de zaal? Ik hoop van niet, hè. Nee, ik heb geen probleem met feminisme. Maar feminisme hebben we niet nodig als we de islam hebben. De islam bevat feminisme, bevat alle andere ideeën die er zouden kunnen zijn om een vrouw te beschermen of een man te beschermen. De islam beschermt mens zijn. En laat jouw duidelijk grenzen zien. Dit zijn de grenzen, ga daar niet overheen. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Wie over de grenzen gaat, doet zichzelf onrecht aan. En dat idee is heel belangrijk, want Allah zegt vervolgens, en khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Wat is een zawj in het Arabisch? Weet iemand dat? Sorry? Iets harder, want ik hoor jullie niet. Durven jullie het niet meer? Ja? Kan, maar iets algemener. Partner. Sterker nog, zawj betekent een paar. En daarom, in pure Arabisch, in Fusha, wordt de vrouw zawj of zawja genoemd. Zawj of zawja? Zawja, met vrouwelijk. Zawja, met tamarbota. Zonder tamarbota. Zonder, zawj. In het Arabisch is zawj voor de vrouw, omdat je daarmee aangeeft, dat is een onderdeel van het paar. Van zawj, van zawjia. En daarom wordt zawjia zawaj genoemd. Het huwelijk wordt zawaj genoemd omdat het een combinatie is van twee individuen, van een paar. Duidelijk? Allah azza wa jalla zegt dus hier in dit vers, en khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Het is niet zo dat de vrouw voor de man is gecreëerd. Dat is niet waar. De man is voor de vrouw gecreëerd en de vrouw is voor de man gecreëerd. Want Adam alayhi salam is de eerste mens. Maar toen hij op aarde, toen Adam werd gecreëerd, had hij een vrouw nodig. En zijn zij.
Hij voelde zich eenzaam. Hij had een vrouw. Hij had een wederhelft nodig om het leven vervolgens voor te zetten. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Om rust bij elkaar te vinden. Weten we wat sekken is? Sekken is verblijf of woning. Dus waar je verblijft, waar je tot rust komt. Je gaat werken, je gaat naar school, je gaat naar buiten. Uit het moment heb je altijd een plek waar je naar terugkeert. Duidelijk? Dat is sekken in het Arabisch. Maar hier spreekt Allah azza wa jalla niet over sekken, maar over sekina. Sekken is iets waarin jij je rust vindt. Maar sekina is de bron van rust. Al heb je een villa met een zwembad en noem het maar op. Op het moment dat je hoofdpijn thuis hebt, ga je niet gelukkig voelen. Ga je niet gelukkig zijn. Zowel voor de man als voor de vrouw. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, zoek niet iemand met wie je verblijft of met wie je het leven doorbrengt, maar vooral die jij of voor wie jij een bron van rust kunt zijn. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Het is wederzijds. Ik ben een bron van rust voor jou en jij bent een bron van rust voor mij. Het initiatief moet vanuit jou komen en niet vanuit de ander. En niet als de ander goed doet, dan ga ik goed doen. Dat is eerlijkheid. Dat is rechtvaardigheid. Duidelijk? Als iemand een fout maakt, dan ga ik ook een fout maken. Dat is weegschaal. 1-1. Duidelijk? Maar Allah azza wa jalla zegt in een relatie, is het niet voldoende om te zeggen, ik ga eerlijk zijn, maar je moet altijd uitmuntendheid nastreven. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah spoort aan tot rechtvaardigheid, maar in een huwelijk heb je meer dan alleen maar rechtvaardigheid nodig, want je hebt ihsan, wat uitmuntendheid betekent. Het laatste wat ik hier ga zeggen, dan is er ruimte volgens mij voor eventuele vragen, inshallah ta'ala. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ. Twee basisprincipes. Mawadda en rahma. En hij heeft voor jullie twee zaken gecreëerd. En ik zeg altijd, deze twee zaken vormen de basis voor alle andere principes en kwaliteiten die in een huwelijk essentieel zijn. 1 is een mawadda en 2 is een rahma. Een mawadda, daar kun je liefdadigheid onderscharen, sadaqa, naar jouw vrouw toe, naar jouw partner toe. Daar kun je adl, oftewel rechtvaardigheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid. Dat zijn allemaal zaken die onder de mawadda vallen. Namelijk, de mawadda is niks anders dan genadig en barmhartig zijn in jouw omgang naar de ander, onder alle omstandigheden. Duidelijk? En een rahma, wanneer heb je rahma? Wanneer ben je rahim? Je bent rahim op het moment dat je in staat bent om wraak te nemen. Op het moment dat iemand een fout heeft begaan, dan ga je je andere kant laten zien. Namelijk, niet dat jij met vuist op de tafel gaat slaan. Nee, maar dat jij die moeilijke eigenschappen gaat laten zien. Zoals de profeet alayhi salatu wassalam in Ta'if, toen hij werd bestenigd, toen hij werd nageroepen en ga zo maar door. Wat deed hij? Hij hefde zijn handen op en hij zei, O Allah, vergeef mijn volk, want ze zijn onwetend. Als hij dat over zijn vijanden zegt, die hem pijn hebben gedaan, hoe zou hij dan zijn omgegaan met zijn eigen vrouw? En daarom zien wij in geen enkele overlevering in de sunna of buiten de sunna, in de sira of buiten de sira, dat er vrouwen een beklag deden over de profeet alayhi salatu wassalam. Anas ibn Malik, hij zegt, ik heb hem nog nooit gezien, behalve dat hij aan het glimlachen is. Hoe gaat jouw partner, zowel de vrouw als de man, op reageren op het moment dat zij een fout heeft begaan? En je hebt je handen op en je zegt, O Allah, vergeef mijn vrouw, want zij is onwetend. Je mag blij zijn als je geen slipper op je hoofd krijgt. Er zijn een paar vragen, maar uiteraard als er mensen... Ja, ik zal nu één... Mashallah, het is een verhaal, het is een hoofdstuk. Ik heb het gezien. Het is geen vraag meer. De meeste bekeerlingen, vooral zusters, hebben geen wali. Allahu Akbar. Je zorgt voor problemen. De ouders zijn meestal anders gelovig. Waarom weigeren de imams? Waarom weigeren de... Het is ook geen ruzie met imams. Waarom weigeren de imams hier als wali voor deze bekeerlingen te figureren bij een nikah? Dat is een hele belangrijke vraag, maar ook een mooie vraag.
Om deze vraag op te beantwoorden is het belangrijk om twee zaken duidelijk te maken. Dat een vader van een bekeerde zuster die geen moslim is, geen wali kan zijn, wil niet zeggen dat hij niet betrokken hoeft te zijn of dat hij geen zeggenschap heeft over zijn dochter. Een wali is een juridische functie die wordt vervuld tijdens, gedurende het afsluiten van het contract. De wali heeft een functie tijdens het contract. Niet daarvoor mag zijn dochter niet dwingen, nog mag hij een huwelijk weigeren als hij daar geen geldige reden voor heeft. Een wali is een functie die iedereen kan worden ontnomen, zelfs een moslim. Als een moslim niet voldoende waarde hecht aan de sharia, aan de regels van de sharia, als hij geen vrome persoon is, wordt die wilaya van hem weggenomen. Dat is ten eerste. En ten tweede, een wali is iemand die niet voor de vrouw bepaalt, maar die een juridische rol vervult op het moment dat het niet goed gaat. Daarom is een wali noodzakelijk in een huwelijk, omdat de man een gelijke persoon tegenover hem moet hebben... om wanneer het even niet volgens de juiste richtlijnen gaat, dat er wel een man daar tegenover staat en niet een vrouw van wie hij eventueel misbruik zou kunnen maken. Dus ik zeg altijd, een wali is dus niet alleen maar de verantwoordelijkheid van de imam, maar de verantwoordelijkheid van de gemeenschap als geheel. Ja, als we kijken in Nederland en binnen de Nederlandse context, dan is de imam de meest aangewezen persoon om dat te kunnen doen. Maar een wali is niet alleen maar een formaliteit. Die zuster moet er zeker van zijn dat die wali daadwerkelijk voor haar kan opkomen op het moment dat ze hem nodig heeft. Wat ik merk in heel veel zaken is dat de wali als een formaliteit wordt beschouwd. Als ik maar een wali heb, dan komt het goed. Zo werkt dat niet. Die wali moet bepaalde verantwoordelijkheden met zich meedragen. Hoe zal het leven van een imam eruit zijn als hij voor elke huwelijk die hij heeft afgesloten waarbij de wali afwezig is, dat hij de wali moet zijn? Dan is dat een dagtaak, 24/7 is hij alleen maar bezig met het oplossen van problemen. Dat is dus niet haalbaar voor een imam en daarom spreek ik mezelf en andere imams daarop aan, maar vooral onze moskeeën en organisaties die dit op een goede manier moeten organiseren, waarbij evenwichtigheid daarin moet zijn. En daarom zeg ik ook tegen bekeerde zusters, ga niet altijd naar de imam, maar kijk in jouw directe omgeving. Een betrouwbare persoon. Iemand die jou kent. Iemand die iets voor jou zou kunnen betekenen. Iemand die gedurende dit proces jou daarbij kan helpen. Dat is de aangewezen persoon om een wali te zijn. Het kan een oom zijn als hij moslim is. Het kan een buurman zijn die met wie ze is opgegroeid, die haar goed kent en haar als een dochter beschouwt. Het hoeft dus niet per se een familie verwant te zijn. Een wali is iemand die dus nogmaals een juridische functie vervult op het moment dat nodig is. En ik zeg altijd, doe dat altijd met een gezonde wali. Met iemand die daadwerkelijk een wali is. En niet een formaliteit. Heel vaak de man neemt een wali mee voor de vrouw. Hoe dubbel kan dat zijn? Ja, ik heb een wali voor haar meegenomen. Nee, jij moet hem niet regelen. Hij moet achter haar staan. Veel bekillingen en ook andere woorden misbruikt door nikah af te sluiten. Vaak deze doelgroep heeft veel problemen. Man weg, wil niet scheiden, kinderen, geen rechten en ga zo maar door. Inderdaad. Dat is niet alleen maar altijd een kwestie van een wali. Even centraal waar ik geloof ik kom. Het is niet alleen maar een kwestie van een wali, maar dat is een serieus probleem die een trend begint te worden. Met name onder bekeerde zusters of zusters die net begonnen zijn met het praktiseren van de islam. Waar in de meeste gevallen misbruik daarvan wordt gemaakt. We gaan een nikah doen. We gaan islamitisch trouwen. Om niet in haram te vervallen zoals ooit iemand. Letterlijk in deze moskee toen ik nog hier fulltime was. Kwam er iemand. Nam die vrouw mee. Kwam uit een andere land zelfs. Nam die vrouw mee. Met koffers. Dat is niet verzonnen. Dat is echt waar gebeurd hier in deze moskee. Met koffers. En hij klopte aan bij mij hier in de moskee. En zegt, kan je voor ons het huwelijk afsluiten? Het huwelijk afsluiten. Wie ben jij? Wie is zij? Koffers. Ik zeg, wat gebeurt er hier?
Hij zegt, ja, we willen nikah doen, want we willen niet in zonde vervallen. Ik zeg, maar weet je wat nikah is? Nikah is niet koffers inpakken en naar de imam gaan die voor ons het huwelijk kan afsluiten. Waar ben je nou mee bezig? Waar zijn getuigen? Waar is bruidsgeld? Waar is haar wali? Waar is haar familie? Waar is haar gezin? Zal het niet gevierd worden? Zal het niet worden bekendgemaakt? Dat is een huwelijk. Een huwelijk is niet alleen maar iemand meenemen, koffers inpakken, om vervolgens te gaan. Hij zegt, mijn bruidsgeld heb ik, wallahi, zonder dat ik overdrijf. Hij gaf een gekreukelde 20 euro. Ik zeg, op zijn minst had je die 20 euro wat misschien gestreken eerst in een envelopje gedaan. En dan geven, gekreukelde 20 euro. En hij zegt, nee, sahaba deed dat alleen maar met qul huwallahu ahad. Hij zegt, Allahu akbar. Qul huwallahu ahad is voldoende. Niet bij mij in ieder geval. Daar is de deur. Als je in zonde wil vervallen, dan moet je mij niet de schuld daarvan gaan geven. Dat is geen huwelijk, dat is spelen. En dat, geloof me, het lijkt nu als iets wat bijna nooit voorkomt. Maar op deze wijze gebeurt het heel vaak. Totdat ze, we hebben zelfs mensen daarvoor moeten waarschuwen. Mensen daarvoor moeten waarschuwen. Ik heb ze persoonlijk daarin geadviseerd. Doe dat niet. Ja, betrouwbare broeder. Ik ken hem al een tijdje. Komt wel goed. Wallahi, na een jaar kwam ze huilende moskee binnen. We hebben hele nare situaties meegemaakt. Ik zeg niet dat een islamitisch huwelijk enkel en alleen geldig is op het moment dat je deze wettelijk registreert. Maar wat ik wel zeg, is dat een huwelijk een zakelijke relatie is in de eerste instantie, islamitisch gezien. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, als je je vrouw of andersom tegenwoordig ook, als de ander mishandelt, dan komt de islamitische rechter die jouw straf gaat opleggen. Dat kan hier in Nederland niet op het moment dat je je rechten niet nakomt. Op het moment dat, zoals hier in deze brief staat, dat de man vertrekt en geen scheiding uitspreekt. Hoe gaat de vrouw dat dan doen? Wanneer een vader weigert zijn eigen kind te erkennen. Wanneer er geen huisvesting is en de vrouw komt op straat terecht. Je kan niet zeggen, ja, maar hij heeft de beste intenties. Mensen kunnen veranderen. En je hebt niks te verliezen. Ik zeg altijd, wat heb je te verliezen? Uitkering? Wat heb je te verliezen? Studiefinanciering? Wat heb je te verliezen? Je hebt niks te verliezen als je dat wettelijk gaat registreren. Het enigste wat je te verliezen hebt, is dat het bindend is. Je wilt niet blijkbaar bindend een bindende relatie aangaan. Je wil gewoon zeggen, wanneer ik klaar mee ben, salamu alaikum. Bye bye. Zo werkt een huwelijk niet. En daarom ben ik een felle tegenstander van dit soort huwelijken, hoewel ze islamitisch gezien geldig zouden kunnen zijn. Een geldige huwelijk is niet per definitie de alles wat nodig is om een huwelijk te voltrekken. De sharia is niet alleen maar gebaseerd op droge regels, maar op de wijsheden achter die regels. Ik stelde mij net een belangrijke vraag even als correctie. Om, ja, niet zoals correctie, maar meer als aanvulling. Van wat in een situatie waarbij in dit geval een bekeerde zuster totaal geen andere optie had, behalve de vader van de man. Ik zei, dat kan, zolang die man oprecht is, eerlijk is, rechtvaardig is en daadwerkelijk voor zijn schoondochter kan opkomen, al betekent dat het ten koste zal gaan van zijn eigen zoon. Is moeilijk, maar hij zegt, ik ken mijn vader. Die is heel eerlijk en rechtvaardig, dan is dat voldoende. En als het huwelijk op die manier wordt voltrokken, dan is het huwelijk vanzelfsprekend geldig, inshallah ta'ala. De broeder stelt een vraag over, niet zozeer over partnerkeuze, maar hoe. Hoe vind je iemand? Ik zou zeggen, Google maar. Nee. Hoe vind je iemand met wie je eventueel een leven zou kunnen delen? Kijk, in het verleden, met name in bepaalde culturen, was er sprake van een netwerk. Die heeft een dochter, die heeft een zoon, op die berg woont die families, die ontmoeten elkaar ergens op een bruiloft of een feest, of diegene krijgt te horen van die heeft een dochter. En zo worden mensen aan elkaar gekoppeld, of hij heeft haar ergens gezien. En is naar zijn vader gegaan, of naar zijn ouders gegaan. Zo gingen de meeste huwelijken destijds, of zo werden de meeste huwelijken voltrokken. Op basis van netwerk. Die netwerk is er. Ik ben niet van mening dat er geen netwerk meer is. Sterker nog, ons netwerk is complexer geworden.
is ingewikkelder geworden. Want de digitale wereld speelt daarin een belangrijke rol. Maar ook mensen of de structuren van contacten zijn veranderd. Vroeger woonden mensen allemaal in één omgeving, maar nu zijn mensen over het algemeen verspreid. En ik zeg altijd, beperk jezelf niet tot jouw lokale netwerk, maar probeer breder te denken en breder te kijken dan alleen jouw beperkte en directe omgeving waarin jij leeft of woont. Dat ten eerste. En een ander punt, dat is misschien niet zozeer een advies naar de broeders en zusters, maar vooral naar de islamitische organisaties die hier tekort in schieten. En daarmee bedoel ik met name moskeeën die niet de verantwoordelijkheid dragen om dit soort zaken te organiseren en te coördineren. Sterker nog, het heeft ons jaren geduurd, alhamdulillah, dat wij als moskee op dat niveau zijn. Het heeft ons heel lang gekost dat de vrouwen niet ergens in een gesloten kamer op de derde etage zitten waar niemand hen mag zien. Terwijl ze in de markt samen zijn, op school samen zijn, op werk samen zijn. In de straten samen zijn en ga zo maar door. Maar op het moment dat een moskee komt, dan moeten allerlei obstakels en belemmeringen en gesloten deuren en getinte ramen en ga zo maar door. Waarom creëren we een omgeving alsof de ander totaal niet, alsof die twee werelden totaal van elkaar gescheiden gehouden moeten worden? Dat is niet wat de islam voorschrijft. Wat de islam voorschrijft is dat de man volgens de ethische kaders de vrouw dient te bejegenen en te behandelen. Zijn ogen neer te slaan, respect te tonen naar de desbetreffende vrouw. En wat de islam van de vrouw verwacht is dat ze zich bescheiden kleedt en netjes gedraagt. Dat is wat de islam zegt. De islam zegt niet stop die in een hoek, stop die in een hoek. Getinte ramen, gesloten deuren, airco uit, lampen uit. Hoeft niet. Op een normale manier met elkaar omgaan. Ooit gaf een geleerde een hele mooie, niet zozeer advies, maar eigenlijk feedback. Hij zei in bepaalde dorpen in Marokko, hij had het over een relatie tussen man en vrouw. Hoe je met elkaar dient om te gaan. Buiten natuurlijk om. Hij zei, weten jullie nog in bepaalde dorpen dat de buurvrouw langs de buurman loopt, ze zegt salamu alaikum, de buurman kijkt zo, even met een vluchtige blik, en zegt wa alaikum salam, hoe gaat het met uw man, hoe gaat het met die, doe hem de groeten, de vrouw gaat door, de man gaat door. Zo'n natuurlijke relatie moet het zijn. Zo'n natuurlijke relatie moet het zijn. En niet wanneer een vrouw voorbij loopt, dat je tegen de muur botst. Of andersom, of dat je struikelt over je eigen schoenen. Dat is niet wat de islam voorschrijft. De islam schrijft een hele natuurlijke omgang met elkaar om binnen de kaders van de sharia. Van elkaar kopen en verkopen mag. Elkaar bevragen en de nodige zakelijke vragen stellen heeft ook plaatsgevonden in de tijd van de profeet alayhi salatu wassalam. Maar onder twee voorwaarden. Gedrag moet ethisch verantwoord zijn conform de islamitische richtlijnen. Ghaddul basar en kledingvoorschriften. Op het moment dat daaraan wordt gehouden, dan is dat datgene wat nodig is. Dus ik hoop dat wij als gemeenschap, maar ook als moskeeën, loskomen te staan van bepaalde tradities die ons alleen maar tegenwerken. En tegelijkertijd ruimte creëert voor haram alternatieven. Want het is een feit, het is menselijk, het behoort tot de fitra, dat de man interesse toont in de vrouw en dat de vrouw interesse toont in de man. Dat kun je niet tegenhouden. Die fitra kun je niet uitschakelen. Het is niet een klop. Dus wat de islam ons leert, is dat we dat coördineren. Dat we dit organiseren. En dat we dat niet zomaar overlaten aan individuen of aan personen. Dus iedere persoon kan binnen zijn eigen netwerk zijn. Ik zou zeggen, sluit je aan tot de jongerencommissie. In zijn eigen netwerk, in zijn moskee, in zijn kenbaar maken. Heel vaak zijn we daar voorzichtig in. Bij vrienden, beste vrienden, jullie kennen mij, alhamdulillah. Ik ben geen drugsdealer. En als je dat bent, neem daar afstand van. Ik ben dit niet. Ik zoek graag een vrouw met wie ik het huwelijk wil trekken. Hebben jullie iemand in de familie? Gewoon transparant en daar openlijk over zijn. Daar is helemaal niks mis mee. Ook de ouders dienen daar een rol te spelen. Zie je iemand in de moskee die vaak met jou het gebed verricht?
of heeft iemand die met wie je samenwerkt, of wat dan ook, en je hebt een dochter, zeg dat gewoon. Zeg, sta je er open voor om het gesprek aan te gaan? Ben je geïnteresseerd? Zoek je iemand? Dit was hoe het in de tijd van de profeet ook ging. Als een metgezel, een sahabiya zag, ging hij naar de profeet en hij zei, ik zou graag met haar willen trouwen. Heel normaal, de profeet roept die, neemt die, ga je akkoord, ouders, feestje geven en klaar. Hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wij maken het soms iets ingewikkelder dan het is. Wij maken het soms ingewikkelder dan het is. Dus ik denk persoonlijk dat je binnen je eigen netwerk moet kijken. Social media, daar heb ik wat moeite mee. Waarom? Om een hele simpele reden. Omdat de persoonlijkheden online zijn totaal tegenovergestelde van persoonlijkheden offline. Dat is het enige probleem wat ik daarmee heb. Op het moment dat je wel iemand ontmoet online, dan kan dat. Er is niks mis mee. Zolang je de werkelijkheid van de persoon kent en niet de schijn of niet de schaduw of niet datgene wat online beschikbaar is over die persoon of hoeveel likes of views diegene genereert. Dat is in zo'n situatie niet van belang, want uiteindelijk moet het een werkelijkheid zijn. Een punt wat hiermee gepaard gaat en misschien belangrijk is, is hoe ga je dan vervolgens het gesprek aan? Ik denk dat ze daar allemaal geïnteresseerd in zijn. Hoe ga je vervolgens het gesprek aan? Ook dat moet op de meest natuurlijke wijze gaan. Natuurlijke wijze gaan. Werden er vroeger gedichten over elkaar geschreven? Ook in de tijd van de profeet Salatu wassalam. Je hebt heel veel mensen, met name in de Arabische traditie, als ze verliefd waren op iemand, schreven ze daar gedichten over. Wat een vorm van communicatie was in die tijd. En vervolgens schreef de vrouw ook een bepaald gedicht terug. En de sharia heeft dat niet afgekeurd, zolang, belangrijke voorwaarden, zolang het ethisch verantwoord is en niet bepaalde lusten opwekt waardoor diegene in haram vervalt. Iemand kan naar mij met de vraag komen, mag ik één op één een gesprek aangaan met iemand die ik graag wat beter wil leren kennen, dan zag ik altijd één op één, in één kamer, in één ruimte, zonder een mahram erbij, is per definitie verboden. En daar is consensus over. Ik kan niet zeggen, ja, maar anno 2024, ik ben een betrouwbare persoon, mashallah, kijk, ik zie er goed uit. Hij heeft niks te maken met jou, het gaat om de regels. Ook al zou je een profeet zijn, ook al zou je een metgezel zijn, regels van de islam zijn regels van de islam. Duidelijk? Of je betrouwbaar bent, onbetrouwbaar bent, een imam, een geleerde, een alim, een coffeeshop-eigenaar, hetzelfde, wat de regels betreft. En dat is verboden, punt. Duidelijk? En wanneer het gaat om een mahram erbij, daar is ook consensus over dat dat toegestaan is. Dus primair gaat de voorkeur uit naar iets waar consensus over bestaat en die jou op geen enkele manier in problemen kan brengen. Namelijk dat er een derde persoon erbij zit die het gesprek niet zozeer jullie in de gaten houdt of toezicht houdt. Sterker nog, die hoeft eens de inhoudelijke gesprekken niet te horen. Niet te horen, maar van als dat in ieder geval aanwezig is, al heeft dat geen enkele betekenis, dan vervul je daarmee je plicht. Tegenover Allah subhanahu wa ta'ala, dat je het doet volgens de richtlijnen van de sharia. Is er geen mahram erbij, dan op zijn minst een betrouwbare persoon die de rol van een mahram zal kunnen overnemen. Een derde persoon die betrouwbaar is, die erover kan waken dat het gesprek op een normale manier plaatsvindt. Nu gaan we naar online. Is online ja? Kan dat ook een moeder zijn? Het kan een moeder zijn in specifieke gevallen wanneer er geen mannelijke mahram erbij zou kunnen zijn. Dan is dat nogmaals, want sommige geleerden maken ook onderscheid. Dus wat hier een centraal rol speelt, is betrouwbaarheid. Hoewel de mahram, mannelijke mahram, de voorkeur krijgt. Ik heb het hier over situaties waarbij dat niet mogelijk is. Dan zou dat eventueel kunnen, maar nogmaals met duidelijke richtlijnen waarbij ethische kaders een belangrijke rol spelen. Dat men daaraan houdt. Ja? Ook op straat, of daar mensen aanwezig zijn of niet, kan iemand een stap nemen? Kijk, dit vind ik persoonlijk een hele lastige. Waarom? Omdat dat ook contextgebonden is. Je hebt mensen die daar gewoon werk van maken.
Je hebt mensen die niet oprecht zijn. Je hebt mensen die niet eerlijk zijn. Je hebt mensen die dat voor hun eigen dochter niet zouden willen. Op die manier. Ik zeg altijd, met name de vrouw moet gerespecteerd worden. Moet niet iets wat je zomaar op straat aanspreekt. Hooguit, wat je eventueel zou kunnen doen, is, zuster, ben je getrouwd? Sta je er open voor? Kan ik even je ouders bellen? Of kunnen we een gesprek aangaan in aanwezigheid van een mahram? Maximaal wat je zou kunnen doen. Maar assalamu alaikum, hoe gaat het? Hele verhaal, ik werk daar, ik zit daar op school. Nee, stop. Even, precies. Dus direct, to the point, en kijken wat jij eventueel zou kunnen doen om het gesprek op een serieuze manier aan te gaan. Eromheen draaien brengt alleen maar verder in de problemen. Als het een oprechte persoon is en die, geloof me, het is duidelijk. Wanneer iemand de juiste bedoelingen heeft dan wanneer iemand alleen maar wil spelen. Hier is het nummer van mijn vader. Hier is het nummer van mijn vader. En als diegene serieus is, die gaat die nummer opslaan en bellen. Maar als die geen andere bedoelingen had, die zie je nooit meer. Dus, even online. Naar online, de basis van interactie op afstand is dat haram of toegestaan? In de basis dat het toegestaan is. Niet dat jullie straks allemaal ten weer, de imam heeft dat gezegd. Ik ben nog niet klaar. Want mensen zoeken halve antwoorden. De basis. Zoals de basis van 1-op-1 haram is. Maar stel je voor, er moet onder een operatie verricht worden, of wat dan ook, dan moet er van die situatie afgeweken worden. Als bijvoorbeeld degene die operatie verricht een vrouw is of andersom. Ik bedenk maar nu iets, maar er kan daar altijd van afgeweken worden in situaties van nood. Duidelijk, tegenovergestelde ook. De basis van interactie op afstand. Want de hadith, de bewijzen die over de interactie gaan tussen man en vrouw, gaan specifiek over man en vrouw fysiek aanwezig in één ruimte. Fysiek aanwezig in één ruimte. Maar elkaar aansprekken op afstand of met een sluier ertussen is toegestaan. Allah zegt in de Koran, als jullie de vrouwen iets vragen, fas'aluhunna min wara'i hijab. Dit geldt specifiek voor de vrouwen van de profeet alayhi salatu wassalam. Op afstand vragen en niet in één fysieke ruimte. Dus de basis van interactie tussen man en vrouw op afstand is dat deze toegestaan is. Wanneer wordt deze haram? Het wordt haram op het moment dat het naar haram leidt. Het wordt haram op het moment dat jij niet aan de ethische kaders houdt. Het wordt haram op het moment dat je meer zoekt dan alleen contact leggen om de ander te vragen of diegene voor het huwelijk open staat. Of omdat je graag de ouders wilt ontmoeten. En daarom zeg ik, het moet niet een gewoonte zijn. Het moet niet een gebruik zijn. Want een zonde begint altijd met een blik. En een lach. En een woord. En een zin. En een verhaal. Totdat er een ontmoeting plaatsvindt in haram. Waak daarover en denk nooit bij jezelf. Ik sta sterk in mijn schoenen. Ik ben... Heel, er zijn mensen in de tijd van de profeet die in zina vervielen. In de tijd van de profeet, alayhissalatu wassalam. Laat staan, jij in Rotterdam, in Nederland, in Rotterdam-Zuid, anno 2024. Met alle afleidingen en verleidingen die we meemaken. Online, offline, overal zie je een haram en je bent omsingeld door haram. Dus creëer niet voor jezelf een illusie dat jij nooit in haram zou kunnen vervallen. Want ik zeg altijd, al heb je die zekerheid over jezelf, je hebt nooit de zekerheid over de ander. En in een relatie is er sprake van twee kanten. En daarom moeten we zo goed mogelijk proberen ons best te doen om aan die kaders te houden. Aan die grenzen te houden, want die zijn belangrijk, die heeft Allah subhanahu wa ta'ala niet zomaar gesteld. Tegelijkertijd moet het niet beperkend zijn dat je nooit... op geen enkele manier in contact kunt treden met wie dan ook. Dat is ook niet de bedoeling. Balans daarin is heel belangrijk. Dat er wel ruimte is voor zakelijke gesprekken. Zonder, hoe noemen ze dat? Toetjes of koetjes aan kalfjes. Zonder roosjes en geurtjes. Nee. Zakelijke. Het liefst met hoofdletter en een komma. En een punt. Geen emoticons en die, hoe heet het?
Precies. Gewoon direct en duidelijk. Ook in jouw andere relaties op werk of wat dan ook, moet het een zakelijk contact zijn. Want nogmaals, dat is iets wat voor jou een bescherming vormt, maar ook voor de ander. Dus balans daarin is ontzettend belangrijk. En de ethische kaders die we daarover moeten waken. En ik zeg altijd, we kunnen ook niet alle fiqh-regels omtrent relatie of interactie met mannen, tussen man en vrouw weten of kennen. Maar wat we wel altijd kunnen doen, ik zeg altijd, probeer je in te beelden dat degene die tegenover jou staat je eigen zus of je eigen dochter is. En dat jij een andere persoon bent. Wat jij voor je eigen dochter niet zou willen. Niet met die bekrompen ideeën van sommige mensen, maar gewoon vanuit de islamitische traditie. Wat je niet voor de ander wenst, wens dat ook niet voor jezelf. Wat je voor de ander niet wilt, wat je voor jezelf niet wilt, wil dat ook niet voor de anders. Behandel de vrouw met respect, met genegenheid, op een goede manier. En als daar geen in zit, als Allah subhanahu wa ta'ala die weg voor jou wil vermakkelijken, dan kan dat. Nu is een andere vraag, die misschien voor de broeders interessant kan zijn. Mag het ook andersom? Mag de zuster contact opnemen? Graag. Nee, de basis inderdaad, het mag. Is er niets gezien, mag het. Maar de basis is dat de vrouw gevraagd wordt en niet andersom. In alle beschavingen, de fitra van de vrouw is dat ze liever gevraagd wil worden en niet zelf de ander moet vragen. Een hintje mag. Maar wees daar voorzichtig mee, want dat kan vrouwelijkheid van de vrouw schaden, hoeft niet altijd. En het past ook beter bij haar aard. Bij de natuur van de vrouw is dat ze gevraagd wordt en niet de ander vraagt. Een opmerking wat ik heel vaak hier krijg is, weet je, ik ben beter dan Khadija radiyallahu anha. Khadija heeft de vrouw. Khadija radiyallahu anha heeft de profeet gevraagd. Ik zeg, dat klopt ook niet. Dat is inderdaad wat heel algemeen bekend is, maar dat is ook niet waar. Khadija radiyallahu anha was een vrouw van status. Ze was in termen van vandaag een zakenvrouw. Ze had een multinational die ze runde. Khadija was internationaal. Was niet alleen maar lokaal bezig met haar zaken. Wat zij heeft gedaan, is ze heeft hintjes gegeven. Ze heeft iemand gestuurd naar de profeet alayhi salatu wassalam. En wat zei ze tegen hem? Wat zou jij ervan vinden als je met Khadija trouwt? En toen zei de profeet, ja, als je zo'n kans krijgt, Khadija, wie kan daar nee op zeggen? Op die manier is het gaan. Wie heeft haar hand gevraagd? Wie heeft bruiloft geïnitieerd? Wie heeft haar die status gegeven die ze moet krijgen? Is niet Khadija zelf, maar de profeet alayhi salatu wassalam. Zo is het gegaan. Maar is het haram? Nee, het is niet haram. Ik zeg sterker nog, ik heb liever ouders die die rol nemen. Maar eerst overleggen. Niet dat je iemand thuis komt. Hey. Trouwen. Nee. Eerst overleg met je eigen dochter. Of die er überhaupt open voor staat. En ook de zoon in dit geval. Of iemand anders. Dat ouders daarin veel meer betrokken in kunnen zijn dan nu. Kijk, uithuwelijken is niet per definitie, en ik ga iets heel radicaals zeggen. Ik hoop niet dat het morgen in de Telegraaf komt, maar uithuwelijk is niet per definitie een negatieve zaak. Zolang het met een wederzijdse instemming plaatsvindt. Het is de taak van de ouders om dat te regelen, te organiseren, hun kinderen daarin te ondersteunen, te helpen. Daar is niks mis mee. Maar wat een probleem wordt, is op het moment dat keuzes voor de kinderen worden gemaakt, niet op basis van voordelen die daarmee gepaard gaan, maar op basis van hun eigen belangen. Dat is mijn neefje, mijn nichtje, dat is de zoontje van mijn broer, dat is die. Die heeft nog papieren, die moet nog naar Nederland komen, dan kunnen we dat beter op deze manier organiseren. Dat is niet waarvoor een huwelijk voor wordt. Als de dochter zegt, nee, ik wil het niet, dan moet dat gerespecteerd worden. De profeet alayhi salatu wasalam heeft zelfs een huwelijk niet verklaard. Op het moment dat die dame zelf naar de profeet kan en zegt, ja, Rasulallah, wat kan ik eraan doen? Ik wil hem niet. Specif. Ze dacht, ik wil hem niet. Hij zei, klaar. Hij zegt, ben je in staat om zijn bruidsgeld terug te geven? Ze zegt, gratis. Hij zegt, klaar, laat die vrouw gaan. Zo simpel is dat. Dus
uithuwelijken in termen van dwang, dat is op geen enkele manier te tolereren. In termen van overtuigen en de dochter overhalen met iemand te trouwen, die in de ogen van de ouders een goede partner zou kunnen zijn, mag ook. Ik zeg, er is een video voorbij. De moeder zegt tegen haar zoon, wallah, je gaat trouwen. En hij zegt tegen haar, wallah, ben ik getrouwd. Dat is natuurlijk niet hoe je een huwelijk wilt beginnen. Door te zweren, wallah, als je dat niet doet, ben je mijn zoon niet meer. Dat is niet waar. Uiteindelijk gaan die huwelijken op een of andere manier tot stuk. Als het niet op een goede manier wordt geïnitieerd, dan eindigt dat altijd in een scheiding, als het niet een vechtscheiding is. Wat denkt u over twee verschillende culturen bij elkaar komen? Kijk, ik hoef daar zelf niet iets van te vinden. Twee culturen bij elkaar. Maar we hebben een concept in de fiqh dat noemen we al-kafa'a. Al-kafa'a is volgens sommigen, met name in de Hanafi madhhab, een voorwaarde. Wat betekent al-kafa'a? Al-kafa'a is dat je op dezelfde lijn moet zijn. Want dat heeft consequenties. In de sharia, wanneer je met een vrouw trouwt die uit een hele rijke familie komt, dan heb je andere verantwoordelijkheden jegens haar dan bijvoorbeeld wanneer je met iemand trouwt van de middenklasse. Dus het heeft consequenties. Een kafa'a kan zelfs zo ver gaan tot aan geloof toe. Duidelijk, waarom mag een moslim niet met een niet-moslim trouwen? Sta niet op één lijn. Waarom mag een moslim niet met een niet-moslim trouwen? Op wat? Op christelijke en joodse vrouwen die vroom zijn. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ De vrome vrouwen onder de christenen en onder de joden. Een belangrijke voorwaarde. En op het moment dat dus kan, dan zegt de sharia, de rest is aan jezelf om daarover te oordelen. Maar uit ervaring zeg ik het volgende. Dit is niet een fiqh technische antwoord. Antwoord inderdaad, kafa'a. Je moet kijken dat jullie ongeveer hetzelfde, niet zozeer denken, of dat jullie hetzelfde zijn, maar dat jullie wel in de buurt, in elkaars cirkel zitten. Niet dat je uit het westen komt en zij uit het zuid. Niet hier zuid en west van Rotterdam. Dat bedoel ik niet. Maar dat jij totaal uit een andere wereld komt dan cultuur bijvoorbeeld. Er zijn bepaalde culturele verschillen die in de islam toegestaan zou kunnen zijn, maar voor bepaalde culturen is het gewoon nadar. Want als het voor toevallig voor diegene belangrijk is, dan is het voor de ander misschien helemaal niet belangrijk. Ik zeg, als je met iemand trouwt van een andere cultuur, maak op zijn minst hele duidelijke afspraken over de verschillen in jullie beide culturen. Op het moment dat dit en dit plaatsvindt, hoe gaan we hiermee om? Wat doen we in zo'n situatie? Duidelijk, want denkwijze wordt niet alleen maar gevormd door geloof, door het boek wat je hebt gelezen of een lezing die je hebt gewoond. Je wordt vanaf je kinderjaren voorgeprogrammeerd. De manier waarop je vader met jouw moeder is omgegaan, heeft invloed op de manier waarop jij met je toekomstige gaat. En heel vaak is dat cultuur bepalend. Duidelijk? Dus die verschillen in cultuur zijn essentieel. De dominatie van de vrouw in bepaalde culturen. Ik hoef niet exact aan te geven welke culturen dat zijn. Maar in sommige culturen is de vrouw echt heel extreem dominant. Ik zou er persoonlijk daar niet mee kunnen leven vanwege die culturele verschillen. En andersom kan het soms ook zo zijn. Dus het is heel belangrijk om daar wel rekening mee te houden. Maar de sharia keurt elke huwelijk goed die gebaseerd is op de Koran en de Sunna, die aan de voorwaarden voldoet. Als de man blauw is en de vrouw groen, als ze zwart is en de ander wit, interesseert de islam niet. Het gaat om jouw kern. En daarom vind ik het problematisch op het moment dat ik hoor ouders uithuwelijken en dit soort zaken, dan zeg ik dat moet niet gepaard gaan met persoonlijke voorkeuren op basis van uiterlijke kenmerken. Als je zegt nee, ik vind hem niet oké vanwege zijn huidskleur, dan ben jij een zonde aan het begaan. Dan ben jij een verschil aan het maken tussen mensen op basis van een kleur die Allah azza wa jalla hen heeft gegeven. Je bepaalt iemands waardigheid, iemands kunnen, iemands taqwa, iemands niveau op basis van kleur of op basis van iets anders, wat op geen enkele manier getolereerd kan worden binnen de islam.
Maar culturele verschillen in termen van denkwijze, in termen van gewoontes, in termen van afspraken die mensen onderling zouden kunnen maken, dan zeg ik altijd, het is belangrijk. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden. En als er je toch ervoor kiest om het huwelijk te voltrekken, maak daar goede afspraken over. Het kan zelfs over de meest basale dingen gaan waarvan je denkt dat kan geen problemen veroorzaken. Zoals op vakantie gaan. Waar gaan we elke jaar op vakantie? Geloof me, als je met iemand van een andere cultuur trouwt en je gaat elke jaar naar Marokko, op een gegeven moment gaat diegene zeggen, ja, leuk en aardig, maar ik zou ook een keertje naar mijn eigen land willen. En dat kan problemen veroorzaken. Dat is maar slechts een heel klein voorbeeld. Maar het kan wel problemen veroorzaken. Waar je woont, hoe je je leven inricht, welke taal de kinderen gaan spreken, en et cetera. Dat kan problemen opleveren als je dat ook niet op de correcte wijze vanaf het begin aanvliegt. Ja? Wat ik ook heel vaak hoor is dat wij moeten minimaal een jaar verloofd zijn en daarna gaan trouwen. Wat is dat ook? Kijk, een verloving is een sunna, is een, zeg maar, een traditie die wij in ons geloof wel kennen. Hoewel het vaak lijkt dat een verloving vooral een culturele zaak is. Nee, een ghitwa is iets wat wij kennen. De profeet noemt het letterlijk in de overlevering dat het verboden is voor iemand die al verloofd is om niet een huwelijk te vragen. Op het moment dat je hoort, mijn buurmeisje is verloofd en je had al ooit gedacht van misschien is hij mijn toekomstige, dan zegt de islam pech. Had je eerder moeten doen. Nu is het verboden voor jou om überhaupt haar te vragen. Laat staan het huwelijk te voltrekken. Los van ons akkoord gaat of niet. Je mag het haar niet eens vragen. Duidelijk, het is verboden om interesse te tonen in iemand die al verloofd is. Laat staan iemand die getrouwd is. Dus het is heel belangrijk om dat wel te accepteren. Maar de sharia heeft geen periode vastgesteld van verloving. Duidelijk, heeft geen vaste, niet een jaar, niet 6 maanden. Een verloving kan een dag duren. Een verloving kan een jaar duren of langer, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en context. Maar het advies is altijd niet te lang wachten. Want een verloving is geen bruiloft. Wat niet mag buiten het huwelijk, mag ook niet tijdens de verloving. Absoluut niet. Direct. Fuck for what? Het is dus, een verloving is dus niet gelijk aan een huwelijk op geen enkele manier. Zelfs dat feestje wat heel vaak wordt gegeven, waarbij ringen worden uitgewisseld. Ik zeg, als je dat moet doen, doe het, wat noem je dat, wireless, op afstand. Want je mag haar niet aanraken, zo simpel is dat. Ze is nog niet jouw vrouw. Duidelijk, je mag haar niet ook in bepaalde dingen zien. Tenzij er een aqd heeft plaatsgevonden. Een geldig islamitisch contract. Dan is het niet alleen maar een verloving, dan is het in feite al jouw vrouw. Maar het is enkel alleen een feestje wat je geeft. Duidelijk? En die ringen die uitgewisseld worden, krijg ik heel vaak ook een vraag over, is dat halal, is dat haram, is dat bid'a? Nee, het is geen bid'a, het is niet haram, het is toegestaan, zeker omdat het niet een religieuze activiteit is, het is een cultureel iets. Ik kan zeggen, ja, maar ooit in de geschiedenis, een groep mensen deed dat met die intentie, en als je elke menselijke handeling gaat, dan noemen ze genealogy, dat je dat gaat onderzoeken, waar komt die gewoon? Zul je ongetwijfeld iets in de geschiedenis vinden van mensen die daar niet op een goede manier gebruik van hebben gemaakt. Dat is een cultureel aspect. Je mag elkaar armbanden geven, je mag elkaar ringen geven, je mag elkaar wat je ook wilt. Als je dat, maar de manier waarop we met die ring omgaan als het heilig is, is ook weer een beetje overdreven. Als je die ring afdoet, klaar. Als je dat afdoet, dan is het klaar. Wat klaar? Is dat een voorwaarde voor de geldgever voor het huwelijk? Staat het in dat het een... Nee, dat is het dus niet. Dus we moeten daar ook niet te veel waarde aan hechten. Maar tegelijkertijd moeten we het ook niet gaan problematiseren. Alsof het een zonde is die iemand begaat vanwege het feit dat diegene een ring doet. Maar
elkaar aanraken, ring of geen ring, buiten het huwelijk is niet toegestaan. Vooral dank. Kijk, garantie heb je niet. Je kunt misschien een garantie krijgen voor je iPad of je laptop, maar niet voor die partner. Die garantie kan je niet geven, nog zal iemand jou die kunnen geven. De enige die in de harten kan kijken, in iemands hoofd, is Allah subhanahu wa ta'ala. Je leert inderdaad iemand pas kennen op het moment dat jij met die persoon niet samenleeft, maar een huwelijk deelt. Ik zeg altijd, het hebben van een relatie, maar niet getrouwd zijn, is een hele andere, heeft een andere dimensie dan getrouwd zijn. Dan getrouwd zijn. Het zijn twee verschillende dingen. Dus je leert pas iemand kennen wanneer je getrouwd bent. Sterker nog, ik ben persoonlijk van mening. En ik ben ervan overtuigd dat je pas van iemand kunt houden nadat jullie getrouwd zijn. Never, nooit daarvoor. Je kunt je aangetrokken voelen, je kunt diegene aardig vinden, je kunt verliefd zijn op iemand, maar daadwerkelijk van iemand houden kan enkel en alleen gerealiseerd worden in een huwelijk. Buiten dat om is het onmogelijk. Je kunt nog maar affectie voor iemand voelen of ervaren, maar dat is wat anders dan een liefde. Liefde is een proces, is iets wat je bereikt met vallen en opstaan. Dan pas kun je echt een liefde voor iemand voelen en ervaren. Die broer, want heel vaak krijg ik ook de vraag, ja maar het klikte niet. Of hoe weet ik dat het klikt? Die zegt altijd, wat is de definitie van klik? Wanneer moet ik klik horen? Wat is klik? Wanneer vind je een klik bij iemand? Het is paard. Waarom? Dit hebben we van series gekregen. Dit hebben wij van Netflix. Het heeft geen bestaan in de werkelijkheid. Je kunt hooguit kun je iets voelen op het niveau van ziel. Want die persoon, je voelt je simpelweg niet aangetrokken door die persoon. Het kan een hele aardige broeder zijn of een hele aardige zuster, maar nee. Ruimte. Niet dat die persoon slecht of verkeerd is, maar zielen zijn elkaars verwanten, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam. Zielen zijn elkaars verwanten. Ma ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanafara minha ikhtalaf, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam. Je kunt inderdaad iets van tevoren voelen, op basis van dus innerlijke toestand. En niet klik, of geen klik, of uiterlijk, of geen uiterlijk. Dat is iets wat je op een emotioneel niveau kunt ervaren. Maar dat kan ook bijna niet gerealiseerd worden aan de hand van de eerste ontmoeting of een tweede ontmoeting. Daar heb je diepgang voor nodig. Want de meeste relaties vandaag de dag zijn heel oppervlakkig. Zelfs huwelijken, een van de redenen waarom huwelijken niet duurzaam zijn in deze tijd, waardoor we bijna 6 op de 10 die trouwen daadwerkelijk scheiden. De reden waarom we op dat punt zijn gekomen, dieptepunt, is vanwege het feit dat onze relaties oppervlakkig zijn. Er zit geen diepgang in. Bij een ontmoeting, wat wordt er gevraagd? Hou je van zomer of winter? Sneeuw of zon? Wat is jouw lievelingskleur? Wat is jouw... Dat is oppervlakkigheid. Ja, want ik heb ooit gelezen, op basis van kleuren, op basis van dit, zou je iemands persoonlijkheid kunnen bepalen. Dus als ik van de zon hou, dan zegt dat iets over mij. Dat ik agressief ben. En als ik van winter hou, dan hou ik van wit en koud. Ja, het kan ook zo zijn dat diegene dan heel koud is. Wat is dit? Wat wil je daarmee bereiken? De profeet heeft gezegd, kijk naar die. Hij zei, kijk naar degene die van sneeuw houdt en zomer houdt. En welke lievelingsauto, je lievelingskleur, naar welke artiest kijk je. Oppervlakkigheid moet vermeden worden. Vraag elkaar over elkaars doelen in het leven. Waar wil je over 40 jaar zijn? Wat wil je in je leven hebben bereikt? Niet alleen maar op zakelijk vlak. Maar wat wil je als een mens bereiken? Waar wil je naartoe gaan? Waarom denk jij dat ik mijn leven aan jou moet toevertrouwen? Dat wordt ook heel vaak in een sollicitatiegesprek toch gevraagd. Waarom moeten we jou aannemen? Waarom verdien je mij? Een vraag die gesteld kan worden. Wat is jouw ambitie? Wat wil je met dit gezin gaan bereiken?
Weet je, wat kunnen we samen doen? Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? En ga zo maar door. Dus meer de diepte in plaats van oppervlakkigheid. Hoe ga jij met de verplichtingen om? De afspraken die onderling worden gemaakt, hoe belangrijk zijn die voor jou? En daarom zegt de profeet het dien. En als je iemand wilt ontmoeten, ontmoet hem op dat niveau. En ik zeg altijd, dien is vooral gedrag, ethiek. Hoe gaat diegene om met zijn buren? Hoe gaat diegene om met zijn ouders? Komt diegene te laat op werk of niet? Is dat een persoonlijkheid of juist niet? Ik heb liever iemand die misschien een kenmerk heeft die niet heel islamitisch is. Wat dat ook mag zou kunnen, wat dat ook mag betekenen. Dan iemand met een hele lange siwak, maar niet werkt. Hoe belangrijk kan sunnah zijn, siwak? Ik bagatelliseer dat niet. Maar niet werkt. Waarom werk je niet? Waarom ben je niet een meerwaarde voor de samenleving? Waarom maak je geen gebruik van je kwaliteit om iets voor de ummah te betekenen? Snap je? Dus op dat niveau moet de ontmoeting plaatsvinden, want dat is de enige manier om daadwerkelijk die rust met elkaar te vinden. En wanneer oppervlakkig, wanneer je elkaar hebt ontmoet, op dat niveau van diepgang aan het oppervlakkige wat vervolgens plaatsvindt, heeft dat geen of weinig betekenis. Duidelijk? Geen of weinig betekenis, omdat je elkaar hebt ontmoet op het niveau van wie die mens daadwerkelijk is. Wie die persoon in zijn puurste vorm is. Daarom is transparantie en duidelijke communicatie een van de belangrijkste fundamenten in een huwelijk. Als dat ontbreekt, kan het gebouw neerstorten. Wanneer je niet transparant en eerlijk bent naar elkaar toe, zelfs in moeilijke tijden, en wanneer dat consequenties met zich meedraagt, weet dat het huwelijk op een gegeven moment zal neerstorten. Eerlijkheid, transparantie en duidelijke communicatie naar elkaar toe, ik denk dat dat de belangrijkste sleutels zijn. Maar een huwelijk is meer dan dat. Een huwelijk is ook offers brengen. Een huwelijk is ook compromis sluiten. Soms moet je gewoon je ego even aan de kant zetten in een huwelijk, anders red je het niet. Soms moet je letterlijk je belangen aan de kant zetten, anders red je het niet. Duidelijk, de problemen van manager, en daarom zeggen heel veel geleerden en heel veel wetenschappers op het gebied van het huwelijk, ze zeggen een mismatch in een huwelijk bestaat eigenlijk niet. Een mismatch bestaat niet. Je kan niet zeggen, die persoon past niet bij mij. Maar wat er wel kan zijn, is dat jij de verschillen niet goed managt. De verschillen die er zijn tussen iedere mens, jij bent anders dan ik, hij is anders dan ik, zo zijn ook man en vrouw verschillend, maar ook individuen zijn heel verschillend en heel divers. Gottman zegt, het probleem van de meeste huwelijken, hij heeft 40 jaar studie gedaan naar getrouwde stellen, hij zegt, de huwelijken die het niet redden of niet halen, zijn huwelijken waarin de verschillen niet gemanaged worden. Ik kijk anders over deze kwestie. Hoe gaan we hiermee om? Zit aan tafel en bespreek dat. Spreek dat. Praat dat uit. Dan alleen maar je eigen ideeën opleggen. En ervan bewust zijn dat huwelijk ook compromis sluiten is. Dus dank u wel in ieder geval voor jullie aanwezigheid. Wellicht tot de volgende keer inshallah ta'ala. Subhanallah, rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.